Hallo, ik ben Ricardo Kluivert, docent bij Alberda Horeca College. Vandaag is het Nationale Horecadag en hiermee willen we alle horecamedewerkers een hart onder de riem steken. Ik ben Shannon en ik ben trots op de horeca omdat het mij de gelegenheid biedt om mensen een leuke dag te bezorgen met goede service en een leuk praatje. Het grootste deel van de praktijkles vindt hier plaats in het schoolrestaurant Alberda Vips. Wat een fijne leeromgeving is. Hey, ik ben Joshua en de reden waarom ik zo ontzettend trots ben op de horeca is omdat ik mensen kan blij maken met mooie smaken, mooie gerechten. En zelf ontwikkel ik me ook elke dag door nieuwe smaken te ontdekken. Hi, mijn naam is Rachelle. Ik ben na mijn opleiding begonnen bij de Harbor Club Rotterdam. Ik heb een fantastische werkgever, een superleuk team en ik zit hier echt op mijn plek. Ik heb een tijdje thuis gezeten wegens corona. Super blij mee om weer terug te zijn en ondanks de maatregelen die nu getroffen zijn, zijn we heel erg blij dat we weer gewoon aan het werk zijn. Ik ben trots op mijn studenten omdat ik door hun enthousiasme energie krijg om mijn vak als docent goed te kunnen uitoefenen. Tijdens een open dag ben ik enthousiast geworden om de opleiding zelfstandig werkend kok niveau 3 te doen. Vervolgens ben ik doorgestroomd naar niveau 4, gespecialiseerd kok. Deze doorstroom kwam mede omdat mijn docenten zo enthousiast waren over mijn capaciteiten. Dit gaf mij genoeg zelfvertrouwen om naast het werk als kok zijnde een eigen onderneming te starten met een oud-klasgenoot. Met het werken in de horeca kan ik al mijn energie kwijt en krijg ik er ook heel veel energie voor terug. Wat ik zelf heel fijn vind, is het werken met enthousiaste collega's die ook als familie voelen en we daardoor gasten een fijne beleving kunnen meegeven. Samenwerken we aan een sterke horeca. Ik breng een toast uit op alle professionals in de horeca en ik zeg proost.